Hallo mensen, welkom terug in Car Mechanics in 2014. Ik heb iets aangepast, nog niet, maar dat ga ik doen. Ik ga vanaf nu maar 2 repair orders doen per video, omdat ik de overall lengte van mijn video's even wat omlaag wil hebben. Omdat ik merk dat niet iedereen het filmpje helemaal afkijkt. Dus ga ik de filmpjes wat korter maken. En daarom ga ik dus minder doen in het filmpje. Nu gaan we gewoon verder met repair order 17. Check the exhaust. I hit something hard on a bumpy road and I assumed that it broke one of the exhaust pipes. Examine it please. Oké. Ik denk dat hij daarvoor omhoog moet. Ja, laat ik hem maar omhoog doen. Inspect. Ik ga nu even gewoon het zo doen. No. Load controls. Zo, ik heb conditions. Ja, daar. Ja, het is dus dit onderdeel. Die is heel slecht. Het is de exhaust pipe middle. Nou, dan ga ik dus eerst even dit er allemaal vanaf halen. Ook weer met 4 bouten vast. Sorry voor het gehoest. Het zal vaker gaan gebeuren, want ik ben nog ziek. Dus ja. Sorry als het heel erg het geluid zeg maar laat klippen. Wat misschien gaat gebeuren, als jullie dan soms even een piep horen met een beetje geruis, dan komt dat doordat ik moet hoesten. Ik moet hup op het midden hebben. Exhaust pipe middle. Dit is hem wel. Nou, maak dan nog $102 winst. Show inventory. En we willen toch waarschijnlijk niet hebben. Ik zal spaak middel. Kijken dat ik de goede uitlik. Zo. Een mooie motorkap. Zodat ik gewoon niet van deze auto. Assemble mode. Zo, dus is deze. Geen met 100%. Zo, en dan is deze. En dan deze. Exhaust pipe rear. En dan het laatste stukje, de muffler rear. Blijkbaar is er ook een voor muffler. Goed. En is hij nu al klaar? Ja, mooi. Hij is klaar. Repaired. Shoot the next order? Yes, of course. We zijn hier dus nu met repair order 18 en er staat fight and eliminate the cause. Gelukkig is er altijd ook de description of work, anders zou ik echt niet weten waar ik moet beginnen. The faster I drive, the louder this horrible noise gets. I also notice that the dashboard lights are getting dimmer. Oh. Ik weet alleen nog steeds totaal niet wat er wordt bedoeld. Het wordt luider. Als u harder rijdt, het is een slecht geluid. En de dashboardlampjes worden een beetje gedimd. Yeah, right. Als eerste doe ik even dit en dit. Om te kijken of we meteen al iets zien. Nee. Als eerste ga ik even de OBD check doen. Misschien levert dat wat op.
weet het niet of het überhaupt nu al wat kan opleveren. Het kan zijn dat het pas later in de game wat gaat doen. Ja, lijkt me dit. Nu moet ik dit weer doen. Ja. Oké. Als eerste wil ik even de accu. Ja, de accu is al heel goed. Ah. De alternator is heel slecht. En wat, hoe is de rest? Want ik zie me er zo vooruit dat ik dan de alternator ga vervangen. En dat het dan niet alleen de alternator is. Nou, blijkbaar is het alleen de alternator. Dus de rest er maar vanaf. En dan doe ik de alternator maar er vanaf. Even kijken of ik de alternator. Ja, die kan ik repareren. Hoeveel krijg ik? Oké, ik krijg $550. Hoe goed is hij nu? Sorry, inventory. Oké, hij is nu gewoon 100%. Ik doe die nu gewoon terug. Voor het geval dat dit het enige was wat gedaan hoefde te worden. Ik denk alleen dat het niet zo is. Maar het is zo. Mensen, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.